Ja, wanneer nam FC Groningen voor het eerst contact met je op? Een aantal dagen geleden. Ik denk dat uit mijn hoofd even donderdag was, maar ik pin me daar niet op vast. Hebben we gesproken, aangegeven dat er meerdere kandidaten waren, maar of ik bereid was om een gesprek aan te gaan. Nou, daar heb ik direct positief op gereageerd en toen ben ik zondag in het vliegtuig gestapt. Eerst vanaf New Orleans, 6 uur gereden, naar Houston en toen hier naartoe gekomen. En een gesprek met Henk en met Hans aangegaan. Ja, want je bent op dit moment trainer van de Texas Dutch Lions in Amerika. Dan kom je in Nederland, ook last van een jetlag? Ja, nou goed, het zij zo. Als er gewerkt moet worden, moet er gewerkt worden. En dan tellen dat soort dingen niet. En dan ga je het gesprek aan en dan zijn jullie er uiteindelijk snel uitgekomen. Want het is nu woensdag en het is al rond. Ja, nou ja, maar de intentie was van beide partijen. Ik bedoel, ik ben niet voor niets komen praten. Ik zag dat al direct zitten, Groningen. Nou goed, na de gesprekken bleek ook dat Groningen het graag wilde. En dan denk ik dat je niet veel tijd nodig hebt om... je moet niet te ingewikkeld maken. Zoals ik net al tijdens de persconferentie aangaf. Ik ben ook iemand die gewoon normaal in het leven staat. Dan ben je er snel uit. En daar houden ze je wel van in Groningen, als je normaal in het leven staat? Ja, dat heb ik begrepen van iedereen, ja. Ik ben natuurlijk in Nederland, de laatste club waar ik zat was Breda. Daar is het allemaal wat bourgondischer en hier zal het wat meer in de klei staan, zeg maar. Maar ik vind het ook goed. Dat past bij deze club, bij deze cultuur. Vind ik mooi. Je noemt het al even, vorige club, NAC. Ik herinner mij, volgens mij 31 mei 2009. Toen haalde jij met NAC Europees voetbal hier, met de play-offs. Weet je, dat weet je nu weer. Ja, dat weet ik. Ja, nou, dat wist ik. Ik wist de datum niet meer. Nee, dat klopt. Het waren natuurlijk prachtige wedstrijden. En ik vond het ook mooi dat toen ik wegging, gaf Ron Jans, zat overigens toen al bij een andere club, die ik niet zal noemen hier. Maar zei Ron ook van, ja, jammer dat Robert weggaat, want het waren altijd prachtige wedstrijden tegen elkaar. En zo is het ook. Dus ja, dat was een feest. Goede herinneringen hier aan de Euroborg op dat moment. En ik vind het ook een mooi stadion. Ja, je noemde nog even je herinnering toen je 14 was, de wedstrijd tegen Atletico Madrid. Wat herinner je daar nog van? Ja, dat is echt mijn eerste herinnering van überhaupt van Europees voetbal. S'avonds voor de radio, ik moest waarschijnlijk al in bed liggen en stiekem nog luisteren naar FC Groningen tegen Atletico Madrid. En ik heb daar een heel beeld bij gevormd. Ik heb nooit beelden gezien van die wedstrijd. Maar dat is mij altijd bijgebleven. Dan is het mooi dat ik nu bij deze club hoofdtrainer word. Ja, dan word je hoofdtrainer met assistenten Dick Lukien en Erwin van der Looy. Je hebt al met hun gesproken? Ja, dat was een eis van de club ook. De club heeft duidelijk aangegeven van we hebben twee zeer capabele mensen in dienst. Ga daar eens mee praten en kijken even hoe dat klikt. Dat was ook een voorwaarde. Als dat niet had geklikt, dan was het van beide kanten niet goed gegaan. Daar heb ik lang mee gesproken. Zeer uitgebreid over allerlei zaken. Dat was van twee kanten goed professioneel, juiste persoonlijkheden bij elkaar. Ook een duidelijk idee over wat er tekortschiet op het moment, maar ook waar de potentie... Wat is dat? Ja, dat gaat te ver om daar nu helemaal op in te gaan. Maar we hebben echt tot in details hebben we zitten praten. Dat was goed, dus die hebben ook een positief verhaal hier gehouden. En vandaar dat ik de dag erna hier alweer sta. Ja, FC Groningen. Hoe lijkt het je verder om hier te gaan werken? Ja, goed, dat zal moeten blijken natuurlijk. Ik denk dat Groningen een club is die kritisch gevolgd wordt. Door hun eigen supporters, door de pers, als het even wat minder is. Nou, dat moeten wij proberen te voorkomen. En ik ben een trainer die van het positieve uitgaat. Die altijd zal proberen om dingen beter te maken. En zich nooit bij neer zal leggen dat het even wat minder is. En ongetwijfeld zullen er ook wel eens wat slechtere wedstrijden tussen zitten. Maar ik vind in ieder geval belangrijk dat er voor 100% gewerkt wordt. En dat er een bepaald spektakel geboden wordt in de Euroborg. En nou goed, daar sta ik gewoon voor.